Katwijk speelde 5 oefenwedstrijden tegen hoofdklassers en won er maar 1. Dat is geen overtuigende oefencampagne, maar wel een overtuigende competitiestart tegen TSC. Na 3 minuten Marciano Mengerink met de 1-0 voor de thuisploeg. Die geen enkele nieuwe aanwinst had opgesteld, behalve dan keeper Kieboom, afkomstig van Sparta. Maar die zullen we in deze samenvatting weinig zien. Sanchez Angulo vindt Van der Ban of is dat Van der Sman? Van der Sman is eerst en dan maakt hij de overtreding op Mengerink. En Bronsvoort wijst naar de stip. Ik heb hem met mijn borst, zegt Van der Sman. Ja, maar de tweede keer maak je wel een overtreding, zegt Bronsvoort. En dat is goed gezien. Hier heeft hij hem, maar hier heeft hij de benen. En dus is de strafschop terecht. Robert Suzanne mist zelden nog nooit. En nu ook niet. 10 minuten op de klok. 2-0 voor Katwijk. Tegen TSC dat vorig jaar na zo'n fantastische tweede seizoenshelft nog als 12e eindigde. Terwijl ze in de winterstop dreigden te gaan degraderen. Maar ja, vorig jaar telt niet meer. En nu staat TSC na een half uur met 3-0 achter. Mike van der Pan sprint Rendel Shaki zonder uit. En passeert Van der Sman. TSC wordt op een hoop gevoetbald. 3-0 de ruststand. De tweede helft is een formaliteit. Daar gaat Mengerink weer. Daar is het handje van Disveld. En dan een vallende Mengerink die nog Van der Sman raakt. Maar Bronsvoort heeft al gefloten voor de tweede strafschop voor Katwijk. Disveld krijgt geel. Hier was dat handje even. Mengerink valt makkelijk. En mag aan gaan leggen voor de strafschop waarvoor Van der Sman weer is opgelapt. Mengerink, ook hij feilloos. 4-0. Katwijk beleeft een uitstekende seizoenstart. En TSC, dat voor de beker al verloor van Rijnsburgse Boys, begint het seizoen in mineur.